Overal in België rijden dag en nacht, 7 op 7, treinen in en uit stations. Om dit alles in veilige en goede banen te leiden, zijn er de seinhuizen. Een rondleiding. Nick, wil je een reisweg aanleggen van spoor 306 naar spoor 400? In het seinhuis van Brugge waakt een team van 12 mensen 24 op 24 over de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer in hun sector. Het seinhuis is een toonbeeld van de huidige, hypermoderne elektronische bedieningsposten van Infrabel. Het seinhuis hier staat in voor het lokale beheer van het bedienen van de seinen en de wissels. Dit in nauwe samenwerking met traffic control. Exact door het goed bedienen van die wissels en die seinen zorgen we er dus voor dat het treinverkeer in alle veiligheid zijn reisroute doorloopt. De blikvanger van het seinhuis is het optisch controlebord. Elke trein die een actiezone zal doorlopen, beschikt over een specifiek nummer. Aan dit nummer is een op voorhand geprogrammeerde bewegingslijn gekoppeld. Het OKB is het optisch controlebord. Het is het enige overzichtsbeeld van de ganse EBP-zone van het seinhuis. Het geeft dus een globaal en vereenvoudigd overzicht van onder andere de schikking van de sporen, de toestand van de sporen, de toestand van de seinenrichting en het werkelijke toestand van het treinverkeer. De taak van het personeel van het seinhuis bestaat erin om deze bewegingslijnen te controleren, goed te keuren of indien nodig aan te passen. Een goede communicatie tussen de verschillende bedienden zorgt voor een veilig en vlot verkeer. Stel dat een trein het seinhuis nadert, dan controleert de operator de geprogrammeerde rijweg. Dit is Frankie, een van onze operatoren van het seinhuis. Hij zorgt ervoor dat bij normale verkeersomstandigheden het treinverkeer verloopt zoals het voorzien is. Dat is de treinen tegenhouden, maken dat ze in de juiste positie rijden, de sein op tijd open, zo'n dingen allemaal. En je collega's zijn niet ver af, hè? Dus je hebt steun links, rechts, op 1,5 meter, 2 meter heb je collega's zitten. Waar ik het woordje mee doen. Bij problemen vraagt de operator het spreekwoordelijke groen licht aan de verantwoordelijke toezichtsbediende. Dit is onderstationchef Wouter. Als toezichtsbediende heeft hij dus de leiding en het gezag over zijn sector. Hij staat dus in voor de regelmaat van het treinverkeer en voor de veiligheid van het treinverkeer. We hebben hier nog tijd om eens met onze collega's te overleggen en zo. Maar je moet altijd alert zijn, er kan altijd een storing optreden. Je moet wel altijd geconcentreerd zijn en je trein volgen. De toezichtsbediende geeft na controle van zijn sector een go aan de operator. De operator is de man met de vinger aan de wissel- of seinschakelaar. De verkeersinfobediende tenslotte zorgt ervoor dat de reizigers op een snelle en correcte manier ingelicht worden. Dit is verkeersinfobediende Lieselot. Als speaker staat zij dus in voor het informeren van de reizigers in de stations van het seinhuis. Die mensen weten van niks en wij moeten hier wel ook onze informatie halen bij ons ondership of bij de IRT-assistent en dan correcte informatie doorgeven. Wij zijn eigenlijk de stem van het seinhuis die de mensen horen. Spoor 2, de IRT. Mijn stem wordt herkend door mijn papa die dagelijks de trein neemt en die stuurt dan een keer een berichtje van groetjes van op dit spoor of zo. Maar ook vrienden die elke dag de trein nemen naar Oostende, die herkennen mij ook. En als er dan eens iets verkeerd gaat of er is vertraging, dan krijg ik wel zo een keer een berichtje van heel mooi. Hoe zit dat daar allemaal? Dus dat gebeurt wel. Aandacht spoor 7, spoorverandering. De IC-trein naar Kortrijk van 10 uur 13 zal vertrekken van het spoor 4. Spoor 4 in plaats van het spoor 7. Deze trein stopt in Brugge, Twarout, Roeselaar, Isegem en Kortrijk. De persoon die dit ganse proces overziet is de regelaar. De regelaar behoudt het algemeen overzicht over de veiligheid en de regelmaat en neemt de finale beslissingen. Dit is Rudy, adjunct stationchef. Als regelaar van het seinhuis heeft hij dus de algemene organisatie van het werk onder zich en heeft hij de leiding over de ganse ploeg van het seinhuis. In de zomer is dat druk naar de kust, dus we hebben de kuststations Oostende, Blankenbergen, Knokke, De Pannen. Dat is redelijk druk.
Alleszins zijn de spitsuren wanneer de toeristentreinen rijden. Wij hebben de verantwoordelijkheid over de ganse blok. Dus wij zijn de laatste. Wij hebben het laatste woord. Dankzij een goede samenwerking van het volledige team zal de trein stoppen aan het geplande perron en kunnen we reizigers vlot in- of uitstappen.